ik ben dus echt al anderhalve week of zo dat ik gewoon een beetje snotterig en gewoon niet helemaal fit. Dus ik had dus vorige week ook rugpijn. Ben ik door mijn rug gegaan tijdens het squatten. Want ik had niet goed genoeg opgewarmd. Dus ik zal je nog wat tips geven straks voor wanneer je een blessure hebt. Maar vooral dus veel rust genomen. En nu ongeveer een week of zo geen krachttraining gedaan. Wat ik natuurlijk heel erg mis. Maar ja, weet je, je moet je lichaam rust geven. En als je dat niet doet, dan schiet het niet echt op. En herstel je natuurlijk ook niet goed. Alhoewel, ik moet toegeven dat het rust nemen, dat ik dat een van de lastigste dingen vind. Puur omdat ik het gewoon zo leuk vind om gewoon lekker mijn krachttraining te doen. Lekker naar de gym en gewoon in dat ritme te zitten is gewoon heel erg fijn. Maar ja, soms dan word je er gewoon uitgeknikkerd door de ziekte of een blessure of whatever. Dus dan is het natuurlijk ook gewoon belangrijk dat je die rust ook pakt en naar je lichaam luistert. Dus also note to self. Dus ik ga je gewoon vandaag weer meenemen in de dag en eten. En ik hoop je weer te kunnen inspireren met leuke receptjes en maaltijden. Ik had al niet echt gepland wat ik wou gaan eten voor de lunch. Maar toen ging ik een rondje lopen. Toen dacht ik, ik kan ook wel weer een broodje Mexicaanse kip maken. De Laplace had het vroeger altijd bij zo'n soort afhaal. Boet, zeg maar, aan de buitenkant van de V&D. En dan kon je een broodje Mexicaanse kip bestellen. En ik weet nog heel goed, dat was een heel lekker broodje. Met gewoon echt van die, een soort van Caesar plakjes kip, zeg maar, die je bij Albert Heijn kan kopen. Op een heel lekker broodje met een soort tomatenbruschetta zat erop. En wat rucola en zo. En ik heb dus dat recept online opgezocht. Maar dat is dus aangepast inmiddels. Want dat is niet hoe het beschreven wordt. Dus niet hoe ik hem herinner. En ik zat dus te kijken bij alle dips en waar alle de tapenades liggen, de hummus, de verse pesto, et cetera. En ik keek daar dus tussen, maar ik kon dus helemaal geen bruschetta meer vinden. Dus ik denk, ligt dan mijn Albert Heijn. Ik denk, die heeft dat waarschijnlijk gewoon niet meer of zo. Dus ik naar de Lidl, had het ook niet. Ik naar de Jumbo, had het ook niet. Dus ik denk, is er iets met de tomatenbruschetta gebeurd? Wat ik niet weet. Waarom dat in één keer uit het assortiment is, heel raar. Ze hadden dus wel van dat andere tapenade, spul tomatentapenade, maar dat, ik wil iets, een low calorie spread, zeg maar, daar was ik naar op zoek. En die tomatenbruschetta was ook altijd heel low calorie, dus dat was perfect. Even full disclaimer, ik tel geen calorieën, maar het is zonde om weer zoveel extra calorieën op te smeren als het ook gewoon minder kan zijn. Dat vind ik altijd wel. Dus ik heb nu gewoon zo'n potje Tex-Mex gehaald van Santa Maria, gewoon met die soort tomatensalsa wat je op de wraps doet en zo. Dus ik hoop dat het een beetje hetzelfde gaat smaken. Ik denk het wel. En ik hoop hem dan op mijn manier zeg maar, te kunnen recreëren zoals ik hem herinner. Want ze verkopen hem volgens mij niet meer in die oude, als die oude variant, zeg maar. Dus dat is voor de lunch straks. Daar heb ik best wel zin in. Waar ik het ook nog even over wil hebben is wat extra tips geven voor als je een blessure hebt gehad. Vorige week, maandag was het volgens mij, toen ben ik door mijn rug gegaan. En gelukkig was het best wel een milde blessure hoor, maar ik twijfelde of ik ging squatten, omdat ik had eigenlijk niet heel veel zin om dat te doen. Ja, ik had zoiets van, ik had niet zoveel puff ervoor. Dus ik denk, laat het maar. En toen liep ik de gym in, toen zag ik, squatrek is vrij. Zou ik dan toch gaan? Ik denk, dan doe ik gewoon even wat squats. Doe ik gewoon wat lichte squats, wat meer herhalingen, et cetera. Zo had ik het bedacht. Dus normaal gesproken heb ik echt een opwarmroutine van minstens 10 minuten. Ik fiets dan altijd naar de sportschool, dan ben ik al natuurlijk warm. Maar echt de gerichte spieren opwarmen, dat duurt sowieso wel 10 minuten. Nu was ik binnen 2 minuten klaar of zo. Dus dat zegt al genoeg. Mijn opwarming sessie zeg maar, was te kort, iets te overhaast. En ik ben te snel echt in de oefening gedoken. Maar omdat ik dacht, ik ga toch niet zo zwaar. Nam ik het een beetje met een korreltje zout, zeg maar. En ik ging gewoon squatten. En bij de laatste set, toen in één keer voelde ik het. Het schoot niet echt in mijn onderrug, maar ik voelde gewoon een soort zeurende pijn, weet je wel. Bijvoorbeeld, je hebt ook zo'n oefening dat je schuin tegen zo'n bankje gaat staan en dat je steeds zeg maar zo naar voren en dan omhoog, zeg maar naar voren, waar je onderrug ook mee kan trainen. En daarbij voel je dus een beetje dezelfde soort van, ik wil niet zeggen drukkende pijn, maar een beetje datzelfde zeurende gevoel, zeg maar, als je dat heel vaak hebt gedaan. Dat voelde ik dus. Dus ik dacht, no big deal, weet je wel, niks aan de hand. Ik denk, ik maak mijn set ook nog gewoon eventjes af, set afgemaakt. En daarna, toen dacht ik, het voelt toch niet heel chill. Ik denk, ga gewoon door, rustig trainen. Andere oefeningen gedaan. En toen s'avonds kwam ik thuis. Toen dacht ik, shit. Voelt echt niet goed. Maar toen zat ik s'avonds in bed. En toen dacht ik, dit gaat er niet worden. Ik denk, ik heb een blessure. Toen wist ik het. Gewoon een hele week rust gegeven. En gewoon wel veel blijven bewegen. Want natuurlijk, met de onderrug. Als je stil gaat zitten, dan werkt het alleen maar averechts. En dan krijg je daar natuurlijk meer stijfheid en zo in.
Dus een aantal punten die ik ook heb gedeeld op mijn Instagram. Wat je kunt doen voor herstel. Het allereerste is natuurlijk luister naar je lichaam en doe wat je kunt. Het heeft niet zoveel zin om je training alsnog door te laten gaan. Je lichaam te pushen. En dezelfde oefeningen proberen te doen met die blessure. En dan bijvoorbeeld gewoon een belt om te doen. Of, zo'n elastische ding om support te geven. Nee, weet je, neem gewoon even die break. Neem die tijd om je lichaam echt weer te laten herstellen. Want dan kun je het natuurlijk alleen maar verergeren. Dus luister naar je lichaam. De tweede is, wat ik net ook al even liet vallen, is blijf in beweging. Vooral met de onderrichte rugblessure, wat voor blessure dan ook je hebt. Probeer toch enigszins te blijven bewegen. Als je helemaal niks meer gaat doen, ja, dat werkt vaak averechts. Tuurlijk, als je iets hebt waardoor je echt immobiel bent geworden en je niet goed kan lopen en zo, dan moet je dat natuurlijk ook laten. Doe wat voor jou goed voelt. Maar met de onderrugblessure of iets van een schouderblessure, wat je kan doen is blijf gewoon licht stretchen. Fietsen, wandelen, dat kan je gewoon echt je herstel bevorderen. Dan de volgende tip, de derde tip die ik voor je heb, is stretchen, foamrollen, eventueel pranamat. Ik heb ook zo'n pranabelt die ik omdeed en daarop ging liggen. Of een pranamat, dat is heel erg fijn, want dan kun je echt die spikes, zeg maar, gaan echt, ja, klinkt een beetje gek, maar in je huid. Waardoor de bloedstroom en dergelijke wordt bevorderd. In het begin kan het wel een beetje pijn doen, maar ja, het kan wel echt ondersteunen. En dus natuurlijk het foamrollen, echt op de pijnpunten gaan liggen, 20 tot 30 seconden vasthouden of er overheen rollen. Je hebt ook van die kleine balletjes, stekelballetjes, die je bijvoorbeeld als je een schouderblessure of rugblessure, doe je tegen de muur en ga je dan zo rollen. Dat werkt ook top. En warmte helpt ook enorm. En stretchen waar je kan. Stretchen, ik heb dus de laatste in mijn vlog heb ik ook een aantal stretches laten zien die ik vaak doe. Die ik fijn vind om te doen. Dat heb ik in deze vlog heb ik dat besproken. Dus check die vooral als je wil weten hoe mijn stretchroutine ongeveer eruit ziet. En wat ik net al zei, warmte. Ik heb ook echt een warmtedeken heb ik onder me gelegd op de bank. Bijvoorbeeld als ik op de bank zat. En dan een kruik, warme kruik, gewoon echt op het probleemgebied, op mijn onderrug. Dat werkte echt op. En dat was ook heel erg fijn. Dat die spieren toch de warmte krijgen, waardoor je en flexibeler bent. En je dus het herstel en dergelijke bevordert. En dan het vierde punt. Eet goed en eet voedzame maaltijden. Vooral als je bezig bent met herstellen. Je lichaam is ook bezig om weer back on track te komen. Geef het voldoende eiwitten. Want vaak natuurlijk, ja, misschien koppel je dat net als mij een beetje eraan. Maar vaak als ik dus veel sport, dan denk ik, oh ja, mijn eiwitten. Maar ook als ik bijvoorbeeld nu wat minder sport, ook door de ziekte, zeg maar, of dat je niet heel fit bent. Dat je bijvoorbeeld geen krachttraining doet. Blijf alsnog genoeg voldoende eiwitten consumeren. Eén vitamine, één mineralen. Je lichaam kan het echt heel goed gebruiken. En dus ook voldoende water blijven drinken. Spoel je lichaam lekker door, weet je, blijf hydrateren. Dat zijn gewoon altijd, sowieso altijd heel belangrijk, maar vooral in tijden van herstel extra belangrijk. En dan het vijfde punt en het laatste punt, voldoende nachtrust. Dat is natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Als je dus in tijden van herstel zit, of je probeert beter te worden, je voelt je niet fit, geef het echt prioriteit. Wordt altijd zo onderschat en vaak, voor mijn gevoel, misschien een beetje op een lager pitje bij de meeste mensen gezet. Maar dat gaat je echt helpen. Zeg ook heel vaak van dat nachtrust echt wonderen kan verrichten. En dat is ook gewoon zo, weet je. En als je dat echt prioriteit gaat geven, ga je er zeker de vruchten van plukken. Dus ik hoop dat deze paar tips je gaan helpen als je bijvoorbeeld een blessure hebt of als je aan het herstellen bent. Want het is gewoon heel vervelend, weet je, en ook heel frustrerend. En vaak is rust nemen, laat me even weten, ben je net zoals mij dat je rust nemen ook echt een van de lastigste dingen vindt? Let me know. Want ja, ik, zoals ik eerder al zei, weet je, ik vind het gewoon heel fijn om lekker in mijn routine te zitten. Lekker mijn vaste schema aan te houden. Mijn krachttraining te doen. Maar soms dan, ja, lukt dat even niet. En dan is rust nemen voor mij een van de lastigste dingen. Omdat ik het zo leuk vind, weet je. Ik ben echt een fit addict. Ik doe mijn naam echt eer aan. Dat is dan vaak de grootste uitdaging. Maar probeer het echt. Doe het. Want als je lichaam alleen maar meer gaat pushen, heb je kans dat je alleen maar meer setbacks krijgt. Waardoor het nog langer duurt voordat je hersteld bent. Dus neem die rust. Neem die tijd. En ik hoop dat je gewoon weer snel weer back on track bent. En ik ben ook benieuwd. Heb jij wel eens een blessure gehad? En wat zijn jouw tips? Wat zijn jouw inzichten en adviezen die je andere mensen eventueel mee zou willen geven? Laat het vooral weten in de comments. Zo kunnen we elkaar natuurlijk supporten. En misschien zijn er handige tips die ik nog niet weet, maar die jij wel weet. Let us know en dan kunnen we elkaar supporten.
Het is tijd voor de lunch en ik ga dus een lekker broodje maken. En daarvoor gebruik ik dit afbakbroodje. Die ga ik even in de airfryer doen. Ik denk dat ik hem dicht laat dit keer. Als ik hem dicht laat, dan wordt hij van de binnenkant wat zachter. En dat is dan net wat ik nodig heb. Dus ik ga hem even in de airfryer doen voor zo'n 5-6 minuten. Deze kip gaan we ervoor gebruiken. En het is gewoon even wat makkelijker in plaats van kip helemaal bereiden. Dus dit is al gewoon kant en klaar. Dat is natuurlijk super handig. Ik ga gewoon een aantal stukjes in een schaaltje doen en dan gaan we die ook kruiden vast. En in het recept, wat ik heb kunnen vinden, staat dat er kaiumkruiden in gaan. Dus die ga ik dan ook gebruiken. Het is echt een beetje een spicy kaiumachtige kip. En misschien ook een beetje knoflookpoeder. Het is de eerste keer dat ik dit probeer op deze manier, dus ik heb geen idee of het ook daadwerkelijk zo gaat smaken. Maar ik denk dat het wel dicht in de buurt komt. Daarbij kan je ook een zacht broodje gebruiken. Maar ik heb nu gewoon even een bagel die had ik nog in de koelkast liggen. Dus ook prima. Dus gebruik vooral wat je in huis hebt. En wat ik zelf altijd wel lekker vind is sesamzaadjes. Ik heb alle twee de sesamzaadjes dit keer. Maar ik ga de lichte denk ik gewoon gebruiken. En dan zometeen natuurlijk de salsa eroverheen. En de rucola. En dat zou dan een heerlijk broodje moeten opleveren. Maar ik ben heel erg benieuwd. Zo, mijn bagel is klaar. Lekker afgebakken. Ik ben zo benieuwd of het lekker gaat zijn en of het een beetje in de buurt komt. Want volgens mij maken ze ze ook nu niet meer op die manier. Ze waren altijd, volgens mij als ik hem nu ook opzoek op de Laplace website, hebben ze wel een recept. Maar dat is niet het recept zoals ik hem ken. Dus ik heb hem wel via Pinterest ergens kunnen vinden. En qua ingrediënten had ik het precies goed. Dus ik heb het, ik kon me goed herinneren hoe die smaakte. De salsa. En dus ook gewoon de reden dat ik deze koop is omdat dit merk is altijd wel van goede kwaliteit en goede smaak. En hier zitten dus echt heel weinig calorieën in. Per 100 gram maar 37 calorieën. Dus dan kun je ook lekker generous smeren. En dit lijkt gewoon echt op die bruschetta. Maar ik snap nog steeds niet waarom dat nou uit het assortiment gehaald moet worden. Beetje apart. En misschien kopen mensen het niet. Of misschien kopen mensen eerder dit soort dingen in plaats van dat. Ik ga gewoon weer twee lossen maken. Ik vind het lekkerder om zeg maar, het broodje open te eten dan dicht. Want dan valt toch alles er weer tussenuit en dat is echt gedoe. En normaal ben ik niet zo van de rucola, maar op dit broodje hoort het gewoon echt. Nou, en dat is het dus al. Het is een heel snel broodje, maar dit zou het moeten zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het proeven, ik ga het eten en dan koppel ik het aan jullie terug of het echt lekker is. Nou, ik heb mijn eerste hap genomen en het is niet zoals het echte broodje, maar het komt wel dicht in de buurt qua smaken en zo. Ik denk dat het misschien wel lekker is om nog wat meer tomatensaus erbovenop te doen. Dus ik denk dat ik het potje even ga pakken en nog even wat erbovenop ga doen. Dan is het misschien nog wel wat lekkerder, want ik kan me herinneren dat er best wel wat op zat. En natuurlijk zat er in dat originele recept ook heel veel smaak aan het broodje zelf. Niet dat een bagel smaakloos is, maar het is toch anders. Maar ja. Goeie poging, denk ik. En het komt natuurlijk denk ik ook omdat ik niet het dekseltje erop doe, zeg maar. Dus je hebt niet de twee lagen. Dus ik denk dat het natuurlijk ook meespeelt met de smaakbeleving. Maar ik denk dat dit een stukje lekkerder gaat zijn. Ik denk, ik haal er weer even een sapje uit, want ik kan het dus echt wel goed gebruiken, aangezien ik me dus nog niet fit voel. Dus echt zo handig dat ik ze gewoon uit de vriezer kan pakken, wanneer ik maar wil. Ze blijven gewoon vet lang goed. Kijk hoe lang. 2025, heel relaxed. En het voordeel ervan is dat echt binnen no time kan je het ontdooien door gewoon in water te zetten. Deze heb ik trouwens nog nooit gehad, deze Marvelous Melon. Dus het is de eerste keer dat ik dit sapje neem, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat smaken. En ik pak dan altijd zo'n hoog glas. Dit is een glas van 300 milliliter. En die vul ik dan met echt warm, heel warm water. Dus niet heet of kokend, maar gewoon warm water. En dan zet ik het sapje daarin. En dan laat ik hem ontdooien en binnen een half uurtje is hij goed. Zo chill. Dit is best wel goede amandelmelk, vind ik. En deze was dus laatst bij de Albert Heijn echt voor maar 99 cent. Zo, top. Ik heb echt super veel pakken ingeslagen. En ik ga dus even chocolademelk maken. Dus deze melk ga ik even 2 minuten opwarmen in de magnetron. Oké, mijn melk is inmiddels lekker uit de magnetron, lekker warm.
En ik zet hem altijd op de weegschaal, zodat ik precies de juiste verhoudingen voor mijn chocolademelk kan maken. In mijn vorige vlog heb je het natuurlijk ook al gezien, maar nu heb ik dus ook nieuwe cacao. Ik heb deze gekocht van Biotone. En ik moet zeggen dat ik wel een beetje moest wennen aan de smaak, want ik had de vorige keer had ik andere cacao van Mattison. Ik zal wel even een beeld doen. En dit is natuurlijk weer een hele andere. Daarom zeg ik ook, kies echt een goede cacao, want de smaak is gewoon heel erg bepalend. Ja, de kwaliteit ervan natuurlijk ook. Dus daarom kies ik echt voor zo'n raw cacao, zeg maar. En ja, ik ben dus dit keer voor deze gegaan. Dus daarvoor ga ik 10 gram in de beker doen. En als je meer cacao gebruikt, dan wordt het natuurlijk meer puur en wat intenser, zeg maar. Dus het is helemaal up to you qua smaak. De collageen. Ik gebruik deze collageen van Welen. 15 gram. Dus high protein chocolate milk. Heel relaxed. En ik gebruik collageen en niet eiwitpoeder. Omdat collageen heel goed oplost in warme dranken. Of sowieso gewoon in dranken. Koffie en thee, smoothies of shakes. En dit is echt top spul. Dan een beetje kaneel erdoor. De honing. En je kunt zelf kiezen hoe zoet je het maakt. Maar ik vind vaak 15 gram vind ik zat. Dan gebruik ik mijn melkopschuimer om alles te mixen. En daarom zorg ik dus ook voor dat ik het glas niet of de beker niet helemaal vul. Zodat er genoeg ruimte overblijft voor eventueel slagroom, mokkoekje, etc. Ook een tip, maak je melk niet te warm als je de slagroom op wil doen. Want dat smelt natuurlijk binnen no time en dat is natuurlijk zonde. Het is altijd wel lekker als je al stevige slagroom ook op je chocolademelk hebt. Dan zal ik je precies laten zien hoe ik hem extra speciaal maak. Natuurlijk met slagroom. En een mokkoekje, wat natuurlijk echt super feestelijk is. Helemaal in deze tijd van het jaar. Allereerst de slagroom. Dan hebben we hier een heel lekker mokkoekje van de Albert Heijn. Die kan je heel leuk zo aan de zijkant inzetten. Zo feestelijk, I love it. Dan doe ik altijd zelf nog wat extra kaneel over als topping. Dat is dus geen cacao, maar kaneel. En dat is dan hoe ik mijn chocolademelk maak. Super lekker. Naast het drinken van veel water vind ik Lipton Zero Peach echt ontzettend lekker. Het is nu ook 1% gratis bij Albert Heijn, dus we hebben wel wat pakken en zo ingeslagen. Dus hier ga ik even lekker een glaasje van drinken. Zoals jullie weten ben ik een tijdje terug gestart met deze challenge. En toen ik deze had afgerond, ben ik gelijk begonnen met een andere challenge. En die heb ik nu ook bijna klaar. Ik moet as we speak nog iets van 3 kilometer. En dat ga ik dus nu even behalen. Want ik ben er klaar voor om dit af te ronden. En zoals je in mijn vorige vlog misschien wel hebt gezien, gebruik ik daarvoor deze stepper. Als ik geen zin heb om buiten te gaan wandelen of het te koud is of nou, ik gewoon een makkelijke cardio workout wil, gebruik ik mijn stepapparaat. En daarmee ga ik dus nu ook de laatste kilometers wandelen en aan de slag om die medaille in de wacht te slepen. Nou, het is gelukt. Ik heb mijn medaille binnen. 160 kilometer heb ik erop zitten. Ik had verwacht dat de estimated tijd, zeg maar, waarop je hoe lang je erover zou doen, dat ik dat wel veel sneller zou kunnen. Maar dat zou dan ook niet realistisch zijn, denk ik. Want het was niet mijn doel, zeg maar, om helemaal all out te gaan en heel hard te knallen. Om zo snel mogelijk die medaille te hebben. Was leuk geweest, maar en in the end gewoon niet realistisch. Vorige maand heb ik meer dan 300.000 stappen gezet. Dat vond ik ook wel echt een achievement. Dus dat is natuurlijk ook gewoon bijgedragen dat ik de medaille nu heb. Volgens mij heb ik hem 2 of 3 dagen eerder dan de estimate. Maar ik ben echt heel erg blij dat ik hem nu heb. En ik denk niet trouwens dat ik nog een nieuwe challenge ga starten. Want zoals ik al eerder ook zei, ik ben deze challenges gestart in de tijden van dat ik nog mijn Apple Watch had. En mijn Apple Watch vond ik echt totaal niet motiverend als het... Wow.
Vond ik totaal niet motiverend als het aankomt tot stappendoel halen of meer wandelen. En nou, het ging dus over naar de Garmin. En toen had ik dat natuurlijk dus wel. Want daar heb ik ook de challenges en dergelijke. Toen ben ik ook begonnen met hardlopen. Dus ja, dit soort medailles zijn voor mij nu denk ik overbodig. Voor nu heb ik zoiets van, ik vind het dan wel prima. En mijn Garmin motiveert me meer dan genoeg met de badges en de challenges die je allemaal kan doen. Dus ja, het was leuk om 2 van deze challenges te doen. Als je meer informatie over wil, moet je even naar mijn website gaan. En ja, dan kun je misschien ook je eerste medaille. Of misschien ben je hier al mee bezig. Laat me trouwens ook even weten. Doe je dit ook? Heb je ook meerdere challenges gecomplete? En zo ja, welke? Ik ben heel erg benieuwd. Ben dus niet gesponsord door ze, maar ik zag het gewoon een keer voorbij komen. En toen dacht ik, laat dat eens een keertje doen. Want die medailles zijn echt best wel mooi. En ook van hoge kwaliteit. Dus dat trok me er ook echt tot aan. Dat ik dacht van ja, het is wel echt leuk om eens een keer te doen. Voor avondeten wil ik erwtensoep gaan eten. En ik heb deze gekocht. De pittige erwtensoep. En de extra rijk gevuld normale erwtensoep. Dus ik zit even te twijfelen of ik die ga nemen of die. Ik vond die de vorige keer wel heel lekker. Maar pittig, denk ik. Ja, hoe pittig kan het zijn? Weet je wel. Don't know. Maar in ieder geval wordt het een zak erwtensoep. En waarom ik hiervan hou, is omdat het gewoon heel erg lekker smaakt natuurlijk. Het is echt winters. En daarbij zitten er ook altijd heel veel vezels in. En ook genoeg eiwitten. Dus volgens mij zitten in een zak altijd 2 porties. Dus er zit meer dan 20 gram eiwit in. En 12 gram vezels. Ja. Dus dat is heel relaxed. Dus lekker soepie. Tada, dit is dan mijn soepje. Ik ben voor de normale variant gegaan. En er zit best wel wat worst in. Super lekker. Dus ik ga hier lekker van genieten. En we eten het met 2 kaasjebolletjes. Die zitten nu even in de oven. En dan doe ik even wat, weet ik veel, hagelslag of zo op.